Welkom bij de 9.2 Biocast. De huid heeft een aantal functies. Hij beschermt je tegen bacteriën. Hij beschermt je tegen zonlicht. Ook beschermt hij tegen uitdrogen. Tegen hele lage temperaturen. En tegen hele hoge temperaturen. Dan waarschuwt hij ook. Hij waarschuwt tegen druk. Hij waarschuwt tegen pijn, tegen beschadiging dus. En hij waarschuwt tegen te grote hitte. Je huid bestaat uit een aantal lagen. De bovenste laag is de opperhuid. En die bestaat weer uit de dode laag, de horenlaag. Dat is eelt. Daar kun je wel eens een likdoorn in hebben, maar daar krijgen we dadelijk meer over. En het is de kiemlaag. En die leeft. En daar zitten pigmentcellen in. Nou sluit die buitenste laag, de horenlaag, natuurlijk af. Hoe komen daar weer cellen in? Die groeien vanuit de kiemlaag en die gaan naar buiten. En daar sterven ze af. En dan wordt het weer eelt. We kijken naar de laag eronder. De lederhuid. En daar zitten een heleboel organen in. Dit is die lederhuid. En daarin vind je bijvoorbeeld de zintuigcellen. Maar ook de zenuwen die de zintuigen verbinden met je hersenen. Maar ook de spieren. Een zweetklier zit daarin. Een talgkliertje dat talg maakt om de huid soepel te houden. Bloedvaatjes zitten eigenlijk in het onderhuidsbindweefsel, maar de haarvaatjes komen de lederhuid in. Talgkliertjes om de huid soepel te houden. Haren zitten erin. En haarzakjes. Een volle boel daar in die lederhuid. We kijken naar het onderhuidsbindweefsel. Dat onderhuidsbindweefsel, daarin zitten de vetcellen. En die zorgen voor reservevoedsel en voor isolatie tegen de kou. En de bloedvaten die stromen door het onderhuidsbindweefsel. Als de zon op je huid schijnt, dan wordt die bruin. Dat komt door pigmentcellen. Maar hoe werkt dat nou precies? We gaan het bekijken. Hier zie je de huid met daar in het midden een pigmentcel. De ultraviolette straling van de zon die maakt je huidcellen kapot. Dan zie je onderin in de kiemlaag nieuwe cellen ontstaan. En door de pigmentcellen worden pigmentkorrels afgegeven en er ontstaan nieuwe cellen. En dat zijn gekleurde cellen. Die kunnen je huid beter beschermen tegen de ultraviolette straling. Die komt zo minder ver in je huid. Stel, je kan zonder bescherming 20 minuten in de zon zitten. Als je een zonnebrandcreme factor 8 gebruikt, kun je 8 keer 20 is 160 minuten, is 2 uur en 40 minuten lang in de zon zitten. Zorg op het heetst van de dag dat je niet te lang in de zon zit. Zorg dat je je lichaam bedekt. Zorg dat je af en toe in de schaduw gaat en pas helemaal op als je in het water bent. Want dan weerkaatst het zonlicht zodat je extra snel verbrandt. Een gaatje in de wand van je bloedvat. Bloedplaatjes knappen open en die zorgen ervoor dat er een netwerk van fibrinedraden ontstaat aan de buitenkant. In dat netwerk van fibrinedraden worden de rode bloedcellen gevangen. Dat vormt een korstje en onder dat korstje gaat de huid zich herstellen. Hier zie je het plaatje uit je boek, hetzelfde wat je net zag. En hier zie je een netwerk van fibrinedraden met daar het donkerblauwe, de rode bloedcellen. Je huid zorgt ervoor dat je lichaam op temperatuur blijft. Daarvoor heb je de norm nodig, de juiste temperatuur. En de temperatuur kan te laag zijn of het kan te hoog zijn.
als de temperatuur te hoog is, dan gaat er een seintje naar je hersenen en die zorgen ervoor dat de bloedvaatjes in de huid open gaan. Ook zorgen de zweetklieren ervoor dat er zweet geproduceerd wordt. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur in je lichaam naar beneden gaat. En die gaat dan naar beneden totdat de temperatuur onder de norm komt, dat het te koud wordt. En als dat gebeurt, gaat er een seintje naar je hersenen en je hersenen zorgen ervoor dat de bloedvaatjes in de huid dicht gaan, dat je spieren gaan rillen. En die dingen zorgen ervoor dat de temperatuur in je lichaam weer omhoog gaat. Een regelkring dus. Hier zie je de hoornlaag en die is erg verdikt. Dat is eelt. Zo'n punt eelt kan ook naar binnen groeien. Dan heb je een likdoren. En dat is au. Als je een blaar hebt, komt er vocht tussen de kiemlaag en de hoornlaag. En dit is een vrat. Dit was hem alweer. 9 stuk 2 biocard. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.